Hallo allemaal, welkom bij de eerste podcast van het nieuwe jaar. Het is een tijdje stil geweest rondom mijn podcast. Ik ben een beetje aan het zoeken geweest om interessante podcasts te maken. En het leek me leuk om inspirerende, avontuurlijke mensen uit te nodigen, het gesprek mee aan te gaan, te interviewen, om daarmee jullie als kijker, in dit geval als luisteraar, ook te inspireren. Iemand die mij echt inspireert en wat in mijn ogen al echt de avonturier van Nederland is, is Wilco van Rooyen. Wilco van Rooyen is bekend van de Explorers Grand Slam. Hij heeft de 7 hoogste bergtoppen van de wereld, de 7 Summits, beklommen. Dit zonder gebruik te maken van extra zuurstof. En hij is op de Noord- en Zuidpool geweest. Dingen waar ik alleen maar van kan dromen en hoop in ieder geval één van die bergtoppen nog eens aan te kunnen tikken. Wilco, hartstikke leuk dat je mee wil werken aan deze podcast, dankjewel. Ja. Ik zei het net al, de 7 Summits, bergbeklimmen, Noordpool, Zuidpool. Ik heb je boek gelezen. Daarin heb je aangegeven dat je in het verleden lid bent geweest van de triathlonvereniging, je hebt marathons gelopen. Hoe is jouw reis naar de avonturier die je bent, hoe is die reis verlopen? Hoe word je van een marathonloper bergbeklimmen? Ja, nou, daar zit nog een stapje voor, denk ik. Wat heel belangrijk is geweest, is dat mijn vader was een gepassioneerd bergsporter. Niet zo'n technische klimmer, maar wel zeg maar het hele jaar hard werken en dan vervolgens de vakantiedagen opgesparen en dan naar de Alpen toe. Nou ja, en ik en mijn zusjes werden daar natuurlijk in meegesleurd. Bij mij heeft dat alleen maar een soort verslavend effect teweeg gebracht. Ik dacht, die bergen, dat is helemaal het einde. Mijn zusjes hadden zoiets van, voor mij hoeft dat niet zo. Dus die bleven op een gegeven moment dan zeg maar op de Alpenweide achter. En dan ging ik met mijn vader, heel stigmatiserend, maar naar een topje klimmen. Wat nogmaals heel onschuldig was. Maar als je klein bent, ja, dan doet de hoogte er niet toe. De technische moeilijkheden doen er ook nog niet toe. Je vindt het gewoon heel stoer om met een rugzakje en je boterhammetje ergens naartoe te klimmen. Nou ja, en dan s'avonds weer in het dal naar de camping te gaan en dan te zien van wauw, daar zijn wij geweest. En nooit verwacht natuurlijk dat ik als Nederlander, waar we niet eens bergen hebben, ooit de hoogste berg van de wereld zou gaan beklimmen. Maar dat was toen ook helemaal niet van belang. Het enige wat ik wilde was gewoon het jaar erop weer naar die Alpen en weer tochtjes maken. Nou ja, uiteindelijk word je wat ouder, ga je zelfstandig tochtjes maken. En uiteindelijk kwam ik er zelfs achter dat Nederland een bergsportvereniging had. En we hadden toen de tijd nog geen internet. Toen dacht ik, wauw, dan wil ik natuurlijk een cursus gaan doen. Nou ja, via die cursus, en dan kom je natuurlijk, ik zeg wel eens gelijkgestemde mensen tegen die allemaal een passie hebben voor de bergen. Ja, en uiteindelijk op een goed moment ook mijn grote klimvriend, partner tegengekomen, Cas van de Gevel. Ja, instructeur geworden en op een gegeven moment dan ga je dromen van de expedities. En ik heb altijd zoiets van waar jij je energie in stopt, dat groeit. Dus uiteindelijk is het ook op ons pad gekomen om dan mee te kunnen gaan op dat soort expedities. En als je eenmaal met gelijkgestemde in Himalaya bent geweest of op een ander continent, dan denk je wauw, dit is heel moeilijk geweest, het is heel pijnlijk geweest, heel zwaar geweest, maar dit wil ik weer. Ja. En als je dat niet zo hebt, dan is het ook goed. Dan is het voor één keer en dan ben je ook genezen. Maar bij mij heeft het elke keer weer een soort van effect van hoe moeilijk en hoe zwaar en hoe heftig het ook is geweest. Het blijft bij mij toch elke keer weer opborrelen en denk ik wil weer. En dan verzin je weer een plan en dan ga je weer. Ja. Is het een toegankelijke wereld? Is het bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, nooit echt in aanraking geweest met bergen, maar afgelopen zomer voor het eerst in Oostenrijk geweest. Ja. Grossglockner gebied. Inderdaad, het verhaal, dat herken ik. Maar dan was ik wat ouder. Je zit op de camping, je ziet in de verte zie je een berg. Ja. Je ziet op de kaart dat het te bewandelen is of dat je erop kan hardlopen. Gaat het ook doen. In hoeverre zou het reëel zijn om dan ook te denken van, ik wil over 5 jaar op de Mount Everest staan? Nou ja, dan kom je op een pad wat tegenwoordig natuurlijk heel erg vercommercialiseerd is. Dat kan allemaal, hè. Ik zeg tegenwoordig gesproken geloof ik alles wel te koop. Ja. Dus ook zeg maar zo'n ervaring. Alleen je moet je afvragen of dat de weg is die je wil bewandelen. Want uiteindelijk wat er gebeurt is zeg maar, dat een organisatie eigenlijk alle uitdagingen uit jouw handen neemt. En vervolgens dat allemaal een soort geplaveid pad voor jou aanlegt. Inclusief de zuurstof en de sherpas en noem het allemaal op. En dan kun je dat kunstje ook, zeg maar. Maar voor mij is het altijd interessant geweest om dat zeg maar
old school op te bouwen in zo'n hoedanigheid dat ik eigenlijk van niks of niemand afhankelijk ben. En dus ook zelf je eigen beslissingen neemt. Wanneer keer je om, wanneer ga je door, welke risico's neem je? Niet dat een organisatie die voor mij gaat nemen, want dat is wat er dan gaat gebeuren. Okay. En dan is de voldoening uiteindelijk ook veel groter, want dan heb je ook echt zoiets van wauw, ik heb het zelf, als je het hebt over die tocht ook in Oostenrijk. Je gaat jezelf interesseren van goh, hoe zit die berg eruit, waar zijn de begaande paden, wat moet ik meenemen, wat zijn de risico's, je gaat je inlezen. En dat stuk, zeg maar, voorbereiding, dat is ook ja, misschien wel meer dan de helft van het plezier ook. He, dus het trainen daar naartoe met die juiste mindset, daar ook in gaan geloven en dan ben je ook, zeg ik wel eens, onoverwinnelijk. En dat is een hele andere manier dan dat je je aansluit in een clubje en dan ja, een berg opgaat. En dan misschien ook thuis komt dat ik heb op die top gestaan, maar de vraag is dan van ja, maar ja, in hoeverre heb je het allemaal echt zelf gedaan? Ja. Dus het kan allemaal, alleen ja, je moet je gewoon zelf afvragen wat is het mij waard? Want uiteindelijk kost dat natuurlijk ook veel meer geld hè, op die manier, want ja, je moet een organisatie betalen. En dat vind ik een groot afbreukrisico, dat als het niet lukt, dan zou het kunnen zijn dat je andere mensen eigenlijk de schuld daarvan geeft. Hè, want ja, die hebben het niet gedaan zoals jij het zou hebben gedaan. Waardoor je er met een frustratie achterblijft, waardoor eigenlijk ook die sport misschien ja, beschadigd raakt. En dat zou zonde zijn, want uiteindelijk, ja, die bergen, die kunnen er niks aan doen, weet je. Dus uiteindelijk ja, is het altijd jij tegen de berg en als daar een organisatie tussen zit, ja, dat maakt het gewoon ja, lastiger. Ja, ja die, dat commercieel uitbuiten van de berg beklimmen, er zijn foto's onlangs in het nieuws geweest ja. van rijen dik, volgens mij was het Hillary Pass op de Mount Everest, ja. dat het gewoon echt loodje trekken is of nummertje trekken ja. is om naar de top te gaan. Ja. Aan de andere kant hoor je in Nederland niet heel veel mensen die ja, in dat wereldje bezig zijn, maar het kan ook zijn omdat ik er zelf niet heel actief in ben. Wat vind je van die ontwikkelingen? Aan de ene kant is het natuurlijk mooi, denk ik, dat de bergsport mooi gepromoot wordt. Aan de andere kant, ja, rijden dik op de Mount Everest, dat kan ook de bedoeling niet zijn. Nou ja, inderdaad. En daar snij je dan heel, nou ja, gelijk al een heel belangrijk punt aan. Ik heb niet zo lang geleden nog een heel stuk in de Volkskrant ook daarover geschreven. Dat, ja, weet je, op het moment dat de touw gewoon naar de top ligt, dan wordt het een soort kletterstijk. Ik weet niet of je die in de Alpen wel eens gedaan hebt, maar dat is een staalkabel. Daar klik je in en je volgt gewoon de staalkabel. En nou ja, als je maar lang genoeg omhoog bonjourt, dan kom je op die top. En weet je, als mensen dat willen, allemaal goed en goed en wel. Alleen het vreselijke nadeel ervan is dat er ook heel veel ongeluk gebeuren. En op het moment dat er weer iemand omkomt, en dus elk jaar komen er natuurlijk talloze mensen om. Dan, hè, zeker de journalisten die komen dan nou ja, ook bij mij verhaal houden. Nou, het is wel wat hè, in jouw sport. En dan moet ik gaan uitleggen dat je die mensen niet eens kwalijk kunt nemen. Want ze zijn een avontuur verkocht waarop natuurlijk de organisatie heeft gezegd wij hebben alles in de hand. Maar je hebt het niet meer in de hand als je met zoveel mensen op die berg bent. Want dan is niet meer de klimtechnische moeilijkheid de uitdaging. Maar gewoon het feit dat er allerlei koekenbakkers voor jou staan waar je niet langs kan. En de meeste gebruiken allemaal kunstmatige zuurstof. Dus op dat moment ja, lurk jij je tank leeg. En ja, hoe langer jij in die rij staat, hoe groter het risico. En als je de top haalt, dat zou mooi zijn. Maar dan heb je er veel te lang over gedaan. Waardoor je op de terugweg alsnog zonder zuurstof komt te zitten. En dan zul je zeggen, ja, maar naar beneden kan toch wel zonder zuurstof. Nou, als je niet geacclimatiseerd bent naar de weg, op de weg naar de top toe, zeg maar zonder gebruik te maken van kunstmatige zuurstof, dan ga je op de terugweg het ook niet overleven als je pech hebt. Ja, en dat steekt mij dan, want dan denk ik, ja, weet je, dit waren mensen die niet zelf wisten waar ze eigenlijk aan begonnen. En als het goed gaat, fantastisch, maar het gaat zo vaak fout. En dan denk ik, het is een onnodige exercitie dat hier bij mensen omkomen, want dat hoeft niet. En uiteindelijk treft de bergsport dan blaam, want dan zeggen ze, nou, jouw sport is wel levensgevaarlijk. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar dat ligt niet aan die sport, dat ligt gewoon aan het vercommercialiseren van die sport, waardoor er eigenlijk mensen ja, in een Formule 1 auto stappen die nog nooit op een circuit gereden hebben. Oké. Dus ik zit er dubbel in. Aan de ene kant ja, ik gun het er. Nee, ik vind het fantastisch hoe meer mensen ja, dat kunnen beleven wat ook ik heb beleefd. Ik bedoel, die bergen, dat is voor mij een soort van ja, reden om te leven, weet je. Ik krijg daar zoveel energie van, maar ik krijg er echt alles ook voor terug. Dan zeggen mensen zoals, ja, maar je hebt toch ook een hoop geleden en je bent zelfs je tenen kwijtgeraakt en je bent zelfs vrienden verloren. Ja, dat is zo, maar tegelijkertijd zeg ik, en toch is het wat me allemaal oplevert zoveel waard. Alleen, ja, nogmaals, als mensen daar te vroegtijdig instappen en eigenlijk ja, omkomen door risico's die ze zelf niet kunnen voorzien,
Ja, dan denk ik, dan passeren we een station. En ja, helaas is ook onze bergsportvereniging in Nederland, ja, voelt zich niet daartoe opgeroepen om daar veel duidelijker een statement in aan te nemen. Want uiteindelijk als het goed gaat, dan staan we allemaal te klappen. Maar als het fout gaat, ja, dan staan we allemaal met krokodillentranen te huilen. Van ach, wat zonde dat die man is omgekomen of vrouw. Ja, ja. Nou, dat is jammer inderdaad. Ja. Ja, dat vind ik meer dan jammer, want nogmaals, een leven kun je nooit meer overdoen en die berg die blijft er voor altijd, weet je. Dus uiteindelijk, ja, waarom zou je dat dan in 2 of 3 of 5 jaar per se moeten doen? Groei er gewoon rustig naartoe en weet dan wat voor risico's je neemt. En dan weet je ook of het het waard is, want uiteindelijk omkomen is dit die berg nooit waard. Dus als jij heel bewust die risico's neemt, hartstikke goed, net als in het verkeer, maar zodra jij denkt, ja, weet je, ik wil gewoon thuiskomen omdat ik hem afgevinkt wil hebben bijvoorbeeld. Ja, dat is volgens mij geen goede reden om Jan zo'n hoog spel te spelen waarbij je zelfs je leven kan verliezen. Ja, je gaf net al aan, als je boven op die berg staat, rij je dik, je bent je zuurstof aan het opgebruiken. Mensen die er gebruik van maken. In je boek heb ik het gelezen, ik heb het ook in films voorbij zien komen. Boven de 8000 meter noemen ze de dead zone. Ja. Kan je kort uitleggen wat het precies inhoudt? Ja, nou ja, het is heel simpel. Hè. Wij zijn geschapen voor zeeniveau. Dat wil zeggen, zoals we hier zitten op 0 meter, dan hebben we gewoon de ideale metabolisme om zuurstof te verbranden, energie te verbranden. Maar op het moment dat je omhoog gaat, is er minder zuurstof in de lucht. Mm-hmm. En ja, een klein beetje is nu niet zo erg, 1000 meter. En in de Alpen, als je naar 3000 meter gaat, gaat het ook nog wel goed. Maar dan merk je het al wel, als je bijvoorbeeld gaat skiën in de winter, je neemt een lift naar 3000 meter en je neemt daar nog een trappetje. Dan ben je helemaal buiten adem en denk je, ben ik ziek of zo. Nou, als je dan nog hoger gaat, naar 5 kilometer, dan is het nog maar de helft van de hoeveelheid zuurstof, druk moet ik eigenlijk zeggen, aanwezig. Maar waardoor je uiteindelijk veel minder met 1 ademteug veel minder zuurstof binnenkrijgt. Dus ja, je kunt niet presteren zoals je normaal presteert. Want ja, als jij zuurstof weghaalt bij iemand, dan word je zo slap als een vaardoek. En dan heb ik het nog niet over dat je denkvermogen terugloopt, je gezichtsvermogen, je gehoor, alles wordt minder. Nou, als je dan naar 8 kilometer hoog gaat, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Vroeger zeiden ze ook, een mens is niet in staat om zonder extra zuurstof op die hoogte te verblijven. Nou, het mooie is dat mensen altijd nieuwsgierig zijn en dan komt er zo'n eigenwijze Oostenrijker, Reinhold Messner, lang geleden, die zegt, nou, ik ga het toch proberen en het is hem gelukt. Nou, toen hebben we de medische wereld heeft gezegd, nou, dan moeten we onze formules een beetje bijstellen. Nu ligt geloof ik die grens op 10 kilometer, maar dat doet er niet toe. Het gaat erom dat zodra jij boven die 7, eigenlijk 8 kilometer hoogte komt, dan ben je echt niet meer in staat om daar, normaal te functioneren. Je gaat daar langzaam dood. Dus daarom noemen we het de dead zone. Okay. Alleen dat langzame doodgaan, dat is relatief. Want je bent niet in een minuut dood. Wel als je zonder zuurstof met een helikopter naartoe zou gebracht zou worden vanaf zeeniveau. Dan ben je echt binnen enkele minuten dood. Maar als je daar naartoe klimt, dus je acclimatiseert, je doet dat rustig. Dan kun je je lichaam laten wennen. Acclimatiseren heet dat. Dat is een ongelooflijk complex proces. We gaan meer rode bloedlichaampjes aanmaken. Dat zijn zuurstofdragers die dan naar je spieren de noodzakelijke zuurstof brengen. Maar dat aanpassingsproces, dat gaat niet oneindig door. Dan zouden we een soort ubermens zijn. Dat gaat steeds minder en tot 7, 8 kilometer dan is het echt klaar. Dan past je lichaam zich niet meer aan. Dus vandaar dat we spreken over de dead zone, omdat je daar gewoon niet kunt leven. Alleen als mens zijn we nou weer zo uniek, dat als we nou maar die willen hebben, dan kunnen we toch dat sprongetje in die dead zone maken. Maar dan moet je daar ook niet te lang willen verblijven, want dan kom je ook niet meer terug. Dus het is echt een soort van fragiel evenwicht, en vooral om jezelf heel goed te leren kennen. Hoe lang kan ik daar nog fatsoenlijk vertoeven? En hoe zorg ik er ook voor dat ik daarna, als ik die top gehaald heb, ook als de sodemiet weer van die top afkom en onder die 7000 meter zak. Want dan ga ik in ieder geval weer een klein beetje herstellen. En naarmate je verder afdaalt, krijg je weer je gewone capaciteiten natuurlijk weer terug. Maar vandaar dus dat boven die 8 kilometer, dat is een soort magische grens. Ja, dat je echt, je kunt niet meer gered worden. Er kunnen geen helikopters naar die hoogte. Je kunt niet van een ander iemand vragen of om jou te komen halen. Dus dat maakt het natuurlijk ook heel spannend. Maar ook heel helder, zeg ik wel eens. Je weet gewoon dat als jij die risico's niet wil lopen, moet je er niet naartoe gaan. En er is niemand die zegt dat je dat moet doen. Dus als je het dan wel doet, dan moet je ook voor de consequenties willen
willen staan. Ja, ja, want het acclimatiseren. Ik was altijd in de veronderstelling. Je hebt inderdaad basiskamp op, ja, ik noem wat, 4 kilometer hoogte. Vijf, dan heb je kamp 1, kamp 2, kamp 3. Ja. Net hoeveel kampen er nodig zijn. Uh-huh. Ik had altijd het idee, je gaat van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar, ja, 4. Enkele reis en, ja, dan afdalen. Ja, ja. Nou ja, uit jouw boek blijkt dus ook, dus helemaal niet waar. Je gaat eigenlijk 2 stappen vooruit, 1 stap terug. 2 stappen vooruit, 1 stap terug. Dus je bent constant heen en weer aan het, klopt, pendelen. Ja. Materiaal aan het brengen. Als je bijvoorbeeld een berg beklimt van boven de 8000 meter. Van mij maak je dan in totaal veel meer hoogtemeters bij elkaar opgeteld. Ja, als je het bij elkaar optelt, dan beklim je die berg meestal 2 keer. Dus als je het hebt over een berg van 8 kilometer. Dan klim je zo'n beetje 15.000, 16.000 hoogtemeters om uiteindelijk een keer, nou ja, misschien 5 minuten op die top te staan. En als je vlak voor die top al eens maar 100 meter om moet draaien, dan heb je wel die 15 kilometer afgelegd. Dus dat maakt het ook zo. En een meter voor de top omdraaien, ja, dat is gewoon, dan heb je hem niet in de pocket. Dus dat maakt het heel, dat maakt het ook waarom mensen er natuurlijk nog wel eens over willen liegen. Dan zeg je, ja, ik ben er wel geweest hoor. Weet je, omdat het natuurlijk allemaal zo zwaar en zo moeizaam is geweest. Maar ja, dat is het mooie. Dat je kunt, het is niet net wel of net nee. Het is, ja, gewoon, je bent er geweest of je bent er niet geweest. Klaar. Eens. Ja, hetzelfde met een triathlon. Je finisht hem of je finisht hem niet. Of als, precies, je van Engeland naar Frankrijk zwemt. Pas als je op het strand staat in Frankrijk. Ja. Dan heb je het gehaald. Exact. En, ja. Net niet is, ja, gewoon niet. Ja. Ja, en dat is nog wel eens in ons dagelijks leven iets anders. Hè? Want dan zeggen we, ja, ik heb het wel volbracht of ik heb het wel zo. En een zesje is ook goed, hè. Maar ja, zo werkt het helaas dan, ja, in de bergen niet zo. Nee. Ik heb net al een paar keer de Mount Everest aangehaald. Mount Everest is toch, nou ja, voor mainstream mensen, om het zo maar even te zeggen, mm-hmm, de meest iconische berg, de hoogste berg ter wereld. Ja. Toch, als je dan bij de bergbeklimmen zelf kijkt, in de bergklimsport, is de K2, waar je boek ook over gaat, ja, vele malen legendarischer. Kan je uitleggen wat nou het verschil is tussen de... Wat maakt de K2 veel legendarischer dan een Mount Everest? Ja, nou ja, eigenlijk heel simpel de vorm. Hè. Als je het hebt over de K2, dan zeg ik altijd, dan ziet de berg er zo uit. En als je het over de Mount Everest hebt, dan heb je het over een soort van ronde scoop. Nou is die Mount Everest natuurlijk ook zwaar en moeilijk genoeg. Alleen, ik zeg wel eens gekscherend, en dan doe ik hem een beetje tekort, maar dat je daar met een soort skistok omhoog kunt lopen. En dat is op K2 niet. Op K2 heb je nog een zogenaamde bottleneck. Dat is echt gewoon een loodstijle ijswand, mm-hmm, waar je doorheen moet klimmen. En heet niet voor niets de bottleneck. Dat is echt een hele moeilijke passage. En dan moet je niet denken dat dat, net zoals op de Everest, een Hillary step is van 10 meter. Nee, dat is gewoon een traject waar je nog echt na uren doorheen moet klimmen. Ja, en dan is het niet alleen het gevaar omhoog. Het grootste gevaar is met name op de afdaling. Want dan moet je dat loodsrechte stuk ook nog eens een keer afklimmen. Ja. Dus ja, ze zeggen wel eens, de K2 is een berg op een berg. Dat normaal gesproken, als je op 8 kilometer hoogte aankomt, dan sta je op de meeste 8000ers. Misschien even uitleggen, je hebt 14 8000ers op de wereld. Dat zijn de allerhoogste toppen, meer heb je er niet. Maar van die 14 zijn de meeste net 8000 of 8000 plus. De K2 is 86, dus die zit helemaal in de buitencategorie. Dus ze zeggen wel eens, het is een berg op een berg. Dus ben je op 8 kilometer hoogte, dan ben je op de andere berg ben je al op de top. En nu, ja, kijk je nog eens een keer tegen bijna, nou ja, 700 meter aan, ja, echt heel moeilijk terrein. Dus dat maakt het, ja, gewoon een stuk lastiger. Bovendien is de kou natuurlijk nog weer heftiger, de winden zijn heftiger. Want de K2 ligt in een veel extremer weergebied dan de Mount Everest. Dat komt omdat de Mount Everest dichter bij de evenaar ligt. Dus ja, er zijn heel veel factoren waarom de K2 gewoon, ja, niet voor niets de Holy Grail wordt genoemd. Omdat, ja, er zijn veel bergbeklimmers die zeggen, ik wil alles klimmen, behalve de K2. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, ja, de ongevalstatistieken. 1 op 4 verliest mogelijk zijn leven. Ja, als ik jou vertel dat je 25% kans hebt om straks in het verkeer om te komen, dan zeg je, nou, laat mijn Porsche dan maar even aan Vicky. Maar ja, als je dan toch verliefd bent op zo'n berg en ja, weet je, dan ga je toch zoeken van, ja, maar hoe kunnen we het nou wel, nou ja, slim doen, beter doen en hè, waardoor we uiteindelijk succes behalen. En dan ga je natuurlijk alles analyseren, alle expedities die er geweest zijn, en dan ga je ook alle ongelukken ga je categoriseren, dat je zegt, nou, dit gaat ons niet overkomen, want ja, dan uiteindelijk hou je een aanvaardbaar risico over van misschien 10%, en dan zeg je, nou, dat ben ik bereid om te nemen.
Alleen niemand kan jou natuurlijk voorspellen hoe het gaat lopen. En uiteindelijk kwamen wij natuurlijk ook in een van de grootste bergsportdrama's ever terecht. Ja, dat is hoe het leven loopt. Daar kan ik heel kort over zijn. Ja, maar toch, je zegt dat en ik heb dat ook gelezen in je boek. Ik maak dan bijvoorbeeld een vergelijking met mensen die beroepsmilitair worden. Als je dan uitgezonden wordt naar oorlogsgebied, dan weet je, ik ben opgeleid om bepaalde keuzes mogelijk te moeten maken. Ja. Zelfs die lui die keuzes hebben moeten maken, die komen terug. Die maken hele zware tijden door. Die komen daar misschien mentaal nooit meer overheen. Mm-hmm. En als ik dan lees in jouw boek dat je bij de afdaling van de K2... nou, echt letterlijk en figuurlijk in zwaar weer terecht kwam. En dat je op een gegeven moment mede bergbeklimmers, de Koreanen en de Rus was het volgens mij, ziet hangen. Je constateert dat ze mogelijk nog leven. Maar je moet de keuze maken van het is hun of ik, dus ik laat ze hangen. Dan denk ik ook een beetje van je gaat zo'n berg op toch uiteindelijk voor je plezier. Weliswaar echt je passie en je hobby. Maar toch je plezier en je moet de keuze maken om mensen daar gewoon achter te laten. Hoe bizar moet dat zijn? Hoe kan je zo'n keuze maken? Dat heeft wel echt indruk op mij gemaakt. Van je laat daar gewoon mensen aan hun lot over. Zoek het uit. Even gechargeerd. Ja. Nou ja, ik snap je vraag. En kijk, er zijn een aantal dingen. Dit was zo, beyond. Hè, zo over de top. Dat kun je nauwelijks niet voorstellen. Ook ik, weet je, als ik terugkijk naar die film, want voor mij is het ook een film geweest, dan denk ik ook van hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar ik vergelijk het ook wel eens met, stel dat deze ruimte in de fik staat, een soort brandend huis, dan kun jij ook niet bedenken hoe jij zou reageren. Op het moment dat jouw vriendin of je beste vriend of wie dan ook hier in het brandende huis zit. Er zijn heel veel mensen die lopen het brandende huis uit. Die zeggen, maar dan ga ik zelf aan. En er zijn mensen die toch nog, terwijl dat huis in de fik staat, gewoon dat brandende huis binnengaan om wie dan ook te redden. En je weet gewoon van jezelf niet wat je zou doen. Je kunt er wel over zitten fantaseren. En wat ik gedaan heb, ik kan natuurlijk een mooi verhaal over vertellen. Dat doe ik nu ook wel. Maar ook ik ben gewoon op mijn overlevingsinstinct reageren. En dat hebben we allemaal. Alleen wij zijn natuurlijk verleerd. En ons leven verspeelt zich met name in een soort geconditioneerd moment af. Dus wij bedenken van alles. En dan zeggen we, dan doe ik dit of ik doe dat. Maar nu moet je je voorstellen dat je in een soort of out of control situatie komt. En of dat nou in Irak is, of het is op een berg, of het is straks in het verkeer. Hè. Je krijgt straks een kettingbotsing. Je zit er middenin. Voorklappen de mensen erop. De achterklappen de mensen erop. Je weet echt niet wat je gaat doen. Maar één ding weet ik wel, jij krijgt vanuit je overlevingsinstinct de juiste signalen om te doen wat er gedaan moet worden. En of het goed afloopt, dat weet natuurlijk niemand. Want als je het brandende huis ingaat, misschien ben je de held voor eeuwig, maar misschien, dat is op de K2 ook gebeurd, mijn teamgenoot is omgekomen omdat hij iemand anders is gaan redden. En dan zeggen we achteraf, dat is dom, had hij niet moeten doen. Ja, maar dit doe je op een soort van gevoel waarin je natuurlijk vertrouwt en gelooft dat het je gaat lukken, anders begin je er niet aan. En dat is ook iets heel moois, vind ik. En daar mogen we ook wat meer op vertrouwen, dat in dit soort uitzichtloze situaties, je ook het vermogen hebt om te doen wat er gedaan moet worden. En ik kan zoveel voorbeelden noemen, dat jaren geleden een goede vriend van ons, die deed een opleiding tot berggids. En die ging in het weekend nog eventjes een ijswandje klimmen. En die maakte een fout, valt naar beneden, nog wel aan het touw, maar niet genoeg tussenzekeringen. Dus die valt op zijn rug, dwarslezing. We gingen hem opzoeken in het ziekenhuis in Zwitserland en ik zei tegen mijn klimbuddy Cas, ik zou, als mij dit zou overkomen, dan denk ik dat ik liever dood had gegaan. Maar je weet het gewoon niet. Want als ik zie, die jongen die is uiteindelijk, kon hij niet meer klimmen. Hij heeft het overboord gezet, hij is gaan zeilen en hij heeft gewoon brons gehad tijdens de Paralympische Spelen. Weet je, het is maar om aan te geven, wij als mensen hebben zoveel aanpassingsvermogen. Maar je moet het wel willen en je moet er ook op durven te vertrouwen. Ja. En om kort samen te vatten, ik kan het ook bijna niet geloven, hoe het verlopen is en wat ik heb gedaan en dat ik hier überhaupt nog zit. Maar
bedoel, wees blij met het wonder en probeer, ja, zeg maar, de tijd die je gegeven is, daar dan ook nog de juiste en de meest waardevolle dingen mee te doen. In plaats van te zeggen, nou, ik heb geluk gehad en we gaan weer over tot de orde van de dag. Ja, dat is ook de boodschap, denk ik, die je als, nou, als je er een les uit getrokken hebt, die je uit wil dragen, wellicht. Of... Ja, dat er veel meer, en dat wisten we ook, of dat weten we ook allemaal wel, hè, er is meer tussen hemel en aarde. Alleen, we vinden dat toch heel moeilijk en daar denken we weinig over na. En pas als we dan ernstig ziek worden of we krijgen echt met trammeland te maken, dan gaan we met dat soort levensvragen zitten. Ja, en ik kan uit ervaring alleen maar zeggen, op het moment dat je de dood in de ogen hebt gekeken, ja, dan pas ga je beseffen hoe uniek het leven is. En dus heb ik toen ook gedacht, toen ik, nou ja, uiteindelijk terug mocht keren van die berg, weet je, dat elke dag dat ik iets van mijn leven kan maken, ja, dan ga ik daar ook voor. Want het is echt elke dag een wonder dat we op deze ongelooflijke mooie planeet mogen rondlopen. En zeker in Nederland, waarin we zo rijk zijn, echt alles kunnen verzinnen wat je maar zou willen. En als ik dan om me heen kijk en ik zie toch dat mensen in een soort van sleur zitten, en nu al helemaal met zoiets negatiefs als corona, denken dat ze niks meer kunnen en niks meer mogen enzovoort, dan denk ik, joh, je doet jezelf zoveel tekort. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met je levensgeluk en dankbaarheid. En het klinkt gek, maar ik ben door die tragedie ben ik alleen maar nog dankbaarder naar het leven gaan kijken. Ja, je gaf net al aan inderdaad, het leven vandaag de dag is aardig geconditioneerd. Ja. Vind je inderdaad dat je of dat wij als mensen best wel wat vaker, zonder roekeloos te worden uiteraard, maar dat randje op mogen zoeken, of inderdaad wat meer aanspraak maken op ons overlevingsdrang en daardoor ook, nou, toch al meer dankbaarheid en begrip voor het leven zelf te krijgen? Ja, 100%. Ik denk dat als we meer... Kijk, we weten dat magic happens outside the comfort zone. Dus zodra wij dat luxe leventje even uitstappen, dan komen we anders terug. Dat is al in een regenbui. Weet je wel, we kunnen het binnen blijven zitten omdat het regent. Maar er zit veel meer zuurstof in de lucht. Je gaat in die natuur, ga je weer dingen beleven, letterlijk voelen. Je gaat andere dingen zien. Ik ben van mening dat er zoveel mensen nu ook ongelukkig zijn, omdat ze veel te veel uren op zo'n schermpje doorbrengen. En we weten gewoon dat van digitale zaken wij niet gelukkig worden. Dat is even een dopamine dingetje, weet je, even een reep chocola. Maar op het moment dat jij gewoon een wandeling gaat maken buiten, en voor mij is dat misschien klimmen, maar het kan hier al buiten de deur, dan keer je wel blij terug. En wat dat is, ja, ik kan er wel een verhaal over houden, maar dat is gewoon, jij bent natuur, buiten is natuur en samen, ja, zijn we weer in verbinding. Dat klinkt heel zweverig, maar resoneren we. Daar heerst diezelfde energie. Op het moment dat jij in een soort betonnen bunker zit en je zit alleen maar naar bewegende beelden te kijken, dan zit je alleen maar in een andere wereld en niet in je eigen wereld. Dus ik ben zeker van mening dat als mensen meer erop uit zouden trekken, en dat hoeft niet heel ver te zijn, maar het gaat gewoon om dat je in beweging komt en ook meer dingen zou durven doen waarvan je in het begin misschien zegt, oh eng, doe ik niet, durf ik niet. En dan jezelf afvragen, maar waarom durf ik dat eigenlijk niet? Of waarom doe ik dat eigenlijk niet? Dat er een hele wereld voor je open gaat. Want het is niks makkelijker dan altijd maar nee te zeggen. Maar van nee zeggen word je niet blij. Dus op het moment dat je een keer ja zegt tegen iets waarvan je eigenlijk zegt, nou, ik weet het niet hoor. En het lukt je, man, dan heb je een euforisch moment. Dan denk je, potdomme, dat heb ik gewoon gedaan. Nou, en dat kunnen we allemaal, op het kleinste niveau kunnen we dat onszelf challengen. En volgens mij zijn er maar twee emoties in het leven. En dat is of je houdt ergens van en je hebt daar dus geluk mee en dankbaarheid en zo. Of je houdt ergens niet van en je doet het niet omdat je het gewoon niet durft. Omdat je angst hebt. Ook goed. Maar hoe gaaf is het als je die angst wil onderzoeken? En dat je dat om kan buigen naar iets waarvan je houdt en waarvan je trots bent dat je dat wel doet. Nou, als je het leven zo simpel maakt, ja, dan kun je ook ik af en toe tegen mezelf zeggen, wat ben ik nou voor scheidhaas? Ik doe het gewoon niet omdat ik er gewoon tegenop zie. Of omdat ik bang ben, of omdat ik het niet zie zitten. Dan denk ik, nou, heb ik zin om mezelf te challengen? Nou, soms heb ik dat. Dan zeg ik, ik ga het gewoon proefondervindelijk doen. En meestal lukt het ook nog. Ja. Want we kunnen veel meer dan we denken. Echt waar. Iedereen.
En wij hebben zoveel middelen. We zitten hier in een mooie ruimte. Dit was een oude varkenstal. Dan zeggen mensen, ah, mooie ruimte. Ja, nou, ik heb het bijna allemaal zelfstandig gecreëerd. Niet om mezelf nou op de borst te slaan, maar om als voorbeeld te laten zien. Je gaat op een gegeven moment YouTube kijken, je filmpjes, je gaat bij andere mensen langs. En je denkt, het ergste wat ik fout kan doen als ik mijn eigen ruimte ga verbouwen, is dat ik een keer misschien verkeerd zaag. Ja, moet ik een nieuwe plank kopen? Weet je, er kan toch nooit echt iets misgaan? Nou, als je op die manier gaat denken, dan ben je tot van alles in staat. Waar je later dan heel trots op kunt zijn. En het is misschien niet zo snel gegaan. En het is misschien ook niet de meest efficiënte manier geweest. Maar je hebt het zelf gecreëerd. En ik geloof echt dat mensen heel blij worden van zelfcreatie. Op wat voor vlak dan ook. Ja, ja, mooi. Mooi. Amen. Ik roep het ook. Weliswaar niet de dingen gedaan op het niveau zoals jij dit hebt gedaan. Aan de andere kant doen we allemaal dingen naar ons eigen kunnen. Maar ja, nee, mooi. En ik hoop inderdaad dat er mensen zijn die dit horen of zien. En die denken van ja, inderdaad. Ik ga die wandeling maken in die regenbuien. Al is het een rondje van een uurtje. Ja. Of ik kom van die bank af. Ja. Dus ja, nou, dank. Ja. We hebben zoveel tools, zeg maar. En weet je, misschien kan je geen marathon gelijk lopen. Of misschien wil je helemaal niet Mount Everest beklimmen. Maar iedereen heeft in zijn leven, dat is een mooie metafoor, uiteindelijk allemaal hebben we onze berg te beklimmen. Ja. En dat kan op het liefdesvlak zijn, dat kan op gezondheidsvlak zijn, dat kan op mentaal vlak, dat kan me niet schelen. En ik heb echt de overtuiging dat hoe eerder jij in je leven dit soort uitdagingen aangaat, hoe makkelijker, tussen aanhalingstekens, het wordt om dit soort moeilijke uitdagingen uiteindelijk ook te kunnen handelen. En wat gebeurt er als je heel lang een luxe leven leidt? Dan komt die pijn pas helemaal op het eind. En als je dan pech hebt, dan kun je het niet eens verwerken. Nee. Dus challenge jezelf. Ik heb ook wel eens een uitspraak geleverd dat af en toe moet je die olijf ook persen, weet je wel, voordat de olie uitkomt. Nou, zo moet jij jezelf ook af en toe gewoon even tot de daad toe aanzetten om wel datgene te doen waar je misschien denkt, wil ik dit wel, heb ik er wel zin in? Nee, het is makkelijker voor ons, dat is natuurlijk ook een soort evolutie, om lekker rustig te zitten en niks te hoeven doen. Nee. Maar daar worden we niet beter van en worden we zeker niet sterker van. Nee, ja, eens. We hebben het over bergen gehad. Bij de intro zei je het al, de Explorer Grand Slam, ook de Noord- en Zuidpool. Kan je daar wat over vertellen? Hoe is het bijvoorbeeld om op Antarctica te staan? En, ja, dat is, kijk, ik ben door de bergen altijd gegrepen geweest en ik had nooit zo over de Polen nagedacht, de Noord- en de Zuidpool. En toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam, Noordpool Expeditie 97, eerste Nederlanders die toen bedacht hadden, nou, we eens kijken of we vanuit het noorden van Canada op eigen kracht helemaal naar die Noordpool kunnen. Meer dan 1000 kilometer over driftend ijs, want daar is geen land onder. Er zit een zee van 3 kilometer diepte. Ja, ik zal nooit vergeten dat we daar met z'n vijven begonnen we daaraan. Dat het vliegtuigje landde daar zo in het noorden van Canada. Wij daar het vliegtuigje uitstapten. Je ziet alleen maar wit. Dus heb je met je sleetje, daar zit dan al je eten in en je tent en je communicatie. En dan ga je lopen en dan denk je, mijn god, waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Weet je, je ziet geen einde en je denkt, we pakken de GPS, het is die kant op, laten we maar gaan lopen. En een uur na uur, kop over kop, neem je af en dan heb je een dag erop zitten en dan heb je 20 kilometer gedaan. En in het begin deden we af en toe maar 8 kilometer vanwege driftende ijs. En als je er dan 1000 moet, dan denk je natuurlijk, we gaan het nooit halen. Maar de grap is dat op het moment dat je met een team bent en elkaar aankijkt en je hebt hetzelfde doel. En als jij het niet ziet zitten, dan neemt iemand anders over. Dan ga je letterlijk aan de achterkant van het team lopen. Dat je op een goed moment denkt, hallo, het is nu mijn beurt wel weer een keer. Dus ga ik maar weer voorop lopen. En samen tackle je al die problemen onderweg. En we hebben echt veel problemen gehad. Materiaalproblemen, fysieke problemen. Er moest één jongen uitgevlogen worden, ook vanwege rugblessure. Dan maar je het vasthouden aan elkaar. Terwijl eigenlijk nog steeds dat doel, je hebt dat doel wel, maar je ziet dat doel niet. Kijk, bij een berg kan je nog zeggen, mooi uitzicht. Maar dit is gewoon, ze hebben er 70 dagen over gedaan. Dus 70 dagen lang kijk je gewoon als je een rondje draait, alleen maar in het wit. Hoe vet is het dan dat je met elkaar dan uiteindelijk na 70 dagen dan dat punt bereikt? En dan,
Ja, dat blijft, hoe gek het ook is, een van mijn mooiste ervaringen. Dat teamgevoel, dat was niet te overtreffen. We hebben allemaal zitten janken op ons sleetje. We hebben allemaal onze momenten gehad. We zijn weer godsnaam mee bezig. Waarom doe ik het? Nou ja, dit is de laatste keer. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou ja, en uiteindelijk bedenk ik met een van die mannen om daarna, zeg maar, in een paar jaar tijd naar de Antarctica te willen, de Zuidpool. En eigenlijk, nou ja, ook weer naar die pool te lopen met een slee, op skis dan weliswaar. Maar goed, Antarctica is veel ingewikkelder, veel verder weg, veel kostbaarder. Maar goed, het heeft één voordeel, daar zit wel land onder, dus dan kun je niet in het water terechtkomen. Maar je moet wel helemaal naar bijna 3000 meter, daar ligt die Zuidpool, dus je moet ook nog, zeg maar, een soort van klimmen. Ja, en omdat het zo kostbaar is, hadden we ook niet de mogelijkheid om alleen naar de Zuidpool te gaan en daar dan opgepikt te worden, wat de meesten doen. Ja, want dat kost nog een slok geld. Dus toen hebben wij bedacht, dan gaan we op eigen kracht ook weer terugvliegeren. Want op dat moment zouden we de wind in de zeilen hebben. En dat hebben we ook gedaan. En nou ja, goed, je ziet daar een slee hangen. De kijkers kunnen het niet zien, maar misschien moet je straks maar een pen maken. Ik zal wat foto's maken. Ja, nou ja, je ziet hier samen met Mark Cornelis op de Zuidpool staan. En ja, weet je, dat zijn momenten, die pakt niemand meer, ja, van je af. En dat zijn mijlpalen. En als ik daarbij stilsta, krijg ik nog steeds kippenvel gewoon. En helemaal omdat ik nu natuurlijk ook weet dat Mark Cornelis uiteindelijk samen met Philip de Roo in 2015 is omgekomen in het Arctische gebied. Omdat ze samen deden ze onderzoek naar klimaatverandering. En ze zijn uiteindelijk op een vreselijke, dramatische manier door het ijs gegaan en allebei omgekomen daar. Ja, dan worden dat soort momenten die je dan samen beleefd hebt, waarbij je ook hebt zitten janken omdat het allemaal zo zwaar en moeilijk was. Maar daar toch samen uit bent gekomen, ja, dat is een geluksgevoel dat... Ja, dat kan ik niet omschrijven. Dat zijn echt hoogtepunten. Die energie blijft bij je. En in die zin is zo'n jongen voor mij ook niet dood in de zin dat hij er niet meer is. Die energie is er nog steeds en ik voel hem nog steeds, nou ja, op mijn schouder, bij wijze van spreken. Ja, mooi. Ja. Nou, je geeft al aan, Antarctica, klimaatveranderingen. Het gaat niet goed daar. Er was laatst een ijsberg afgebroken waardoor een achterliggende gletsjer bloot komt te liggen. Wat ervoor kan zorgen dat zeespiegel nog meer gaat stijgen. Mm-hmm. Je hebt een project lopen, Antarctica 2048. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, want je zegt het gaat daar niet goed, maar eigenlijk gaat het hier natuurlijk niet goed. Ik bedoel, wat we daar zien zijn de gevolgen van ons gedrag hier. Ja. Ik bedoel, de klimaatopwarming, daar heeft Antarctica geen deel aan. Dat is echt, zeg maar, het gedrag van de mens. En daarom is Antarctica, maar ook de Noordpool, voor mij zo verhelderend. Want dat zijn eigenlijk de belangrijkste sensoren van onze planeet. Als je daarnaar kijkt, dan zie je waar het naartoe gaat. Nou, de Noordpool, dat is eigenlijk al vergeven. Antarctica daarentegen is zo... Kijk, Noordpool is maar een heel klein gebiedje ook nog. Hè. Je praat natuurlijk ook over waanzinnige hoeveelheden ijs. Maar Antarctica, dat is groter dan... Dat is anderhalf keer Europa. Is op sommige plekken is het 4 kilometer diep of dik, dat ijs. Dus je ziet dat continent niet wat eronder zit. Omdat door die massa van ijs, hè, anderhalf keer Europa, 4 kilometer dik... Die massa drukt, zeg maar, dat land in onze aardkorst, zeg maar. Maar op het moment dat natuurlijk omhoog komt, dan kun je je voorstellen als al dat ijs werkelijk zou smelten. Ja, je kunt het bijna niet geloven. Maar dan stijgt de zeespiegel wereldwijd met 53 meter. Ja, dat is iets dat kunnen wij ons niet voorstellen. En dan zeker niet als je bedenkt dat wij hebben plannen, dat als de zeespiegel stijgt, en die stijgt, dan kunnen wij ongeveer een meter verhoging aan. Als we ons heel kwaad zouden maken, want dan kost het wel heel veel geld, dan zouden we 2 meter aan kunnen. Nou, je voelt wel aan, we kunnen dit als mens nooit, ja, het land letterlijk en figuurlijk droog houden. En nou wil ik weg bij het negatieve, ik wil naar het positieve. En dat is dat als wij nou niet de kennis zouden hebben, omdat we het gewoon niet weten, dan zeg je, ja, we kunnen er niks aan doen. Maar we weten drommels goed wat we zouden moeten veranderen om uiteindelijk die slimmere planeet met elkaar te bouwen. En slim op tal van vlakken. En mijn overtuiging is dat wij hebben een overvloed aan kennis. Dus we hoeven helemaal geen onderzoek meer te doen. Of innovatief. We moeten gewoon de kennis die we hebben veel meer bij elkaar brengen en samen, ja, die slimmere wereld gaan bouwen. En dat betekent dus dat ik jou ga uitdagen over wat jij zou kunnen betekenen daarin. En jij daagt mij uit.
En op het moment dat wij in hetzelfde zouden geloven, dan vraag ik natuurlijk helemaal geen factuur daarvoor. Want ik vind het verdomd belangrijk wat jij aan het doen bent voor die slimmere wereld en andersom ook. En natuurlijk moeten we een boterham eten en dat soort dingen, maar dat kunnen we. Maar ik geloof veel meer dat we die kennis zouden moeten delen. Nou, dan probeer ik dat te doen met, zeg maar, ook weer symbolisch om een onderzoeksvoertuig te bouwen. Wat naar dat punt op Antarctica gaat, de Zuidpool. Eigenlijk om daar zeg maar een soort internationaal statement te roepen. Van jongens, laten we nou slimmer zijn, want kijk wat er hier gebeurt. Hè? En als dat jullie kant op komt, dan hoef ik jullie niet te vertellen wat er gaat gebeuren. En waarom Antarctica nog meer? Antarctica is een soort internationale plek. Want wat maakt het nou zo bijzonder? Antarctica is van niemand. Ja, dat is bijzonder. Iets van anderhalf keer Europa, wat van niemand is. En daaronder, daar zit natuurlijk ook olie, mineralen, noem het maar op. Dus je snapt wel dat mensen, of landen, natuurlijk zitten te azen op delen van Antarctica om dat te claimen. Dat doet Chili, de Falklandoorlog uit de jaren 80 onder Thatcher, ging om Antarctica. Nou, de Amerikanen zitten daar natuurlijk niet voor niets in het midden, maar de Russen zitten, de Chinezen, de Nooren. Wij doen mee in onderzoek als Nederlanders. Maar wat heel belangrijk is dat Antarctisch verdrag, waarin we af hebben gesproken dat het nu van niemand is, dat er geen militaire missies mogen plaatsvinden, we mogen niet boren naar grondstoffen, dat verloopt in 2048. Ja, dat is helemaal niet ver weg. Dus toen hebben we bedacht, hoe kunnen we nou dit op de agenda krijgen? En eigenlijk ook tussen de oren van elke bewoner, want die planeet is van ons. Dus Antarctica is van niemand, maar de hele planeet is van niemand in feite. Die is namelijk gewoon van ons. Van ons levende wezens. Dus wij zouden ook eigenlijk veel meer samen moeten werken om dat tot een slimme planeet te bouwen. Nou, toen zeiden we tegen elkaar, we kunnen natuurlijk enerzijds een auto gaan bouwen, wat we dus ook doen met studenten uit Eindhoven. Het slimste voertuig ooit noemen we dat. Waarom? Omdat dat voertuig gaat onderzoek doen voor ons op Antarctica. Om die slimmere wereld dus te bouwen. En dan zullen ze zeggen, onderzoek is er niet genoeg gedaan. Ja, maar Antarctica, op heel veel plekken kunnen we nog steeds niet komen. Omdat we kunnen daar niet naartoe vliegen. Er zijn geen fossiele brandstoffen, de afstanden zijn te groot, de temperaturen zijn veel te extreem. Dus ja, je moet dat bijna met een soort onbemand voertuig doen. Tegelijkertijd hebben we gezegd, we willen de gewone man bereiken. En toen zeiden we, laten we nou gewoon gaan wandelen in die natuur. En als ik met jou ga wandelen, of met wie dan ook, dan krijgen wij vanzelf een soort natuurlijk gesprek. Want je gaat niet een uur lang je mond houden. En reken niet dat je een beetje geïnteresseerd bent in elkaar. Dan kom je erachter wat die ander zou kunnen. En dan ga je de handen ineens slaan. En dan zeg je, dan gaan we samen daaraan werken. Maar niet vanuit een business gedachte. Van dan ga ik jou een factuur sturen. Nee, omdat we er allebei waarde aan hechten. Dat we slimmer omgaan met die wereld. En of het dan plastic afval is of het is kwijtschelen wat je verzint. Het gaat erom dat je iets doet waarvan je weet, dit doe ik om een stukje mooiere wereld te creëren. En het kan voor mij een een gedicht schrijven zijn, weet je, dat laat ik in het midden. Maar het gaat erom dat wij met elkaar in actie komen tot goede dingen. En bottom line, als we niet zouden weten, maar we weten drommels goed, in ons dagelijks leven ook, wanneer we iets goed doen en wanneer we eigenlijk iets doen wat niet zo goed is voor de planeet, laat staan voor onze kinderen enzovoort. Nou, en als we elkaar daarop kunnen challengen, dan doen we het ook niet meer. Want als ik tegen jou 3 keer heb gezegd, wat ben je nou aan het doen? Terwijl je met mij afgesproken hebt om, ik noem maar wat, geen plastic bekertjes meer te gebruiken. Dan denk jij de 4e keer, potverdorie, nou stop ik er ook mee, want ik ben het gezeik van die gozer ook zelf. Ja. Nou, en dat is een beetje de fun factor, zeg maar. Dat we elkaar, want ik doe ook heel veel dingen niet goed, maar dan weet ik het soms niet. En dan zeggen mensen, moet je gewoon zo doen. En ik denk, oh ja, laat ik het zo doen. En dan ben ik trots op dat ik bijvoorbeeld geen plastic bekertjes meer koop. Nou ja, zo proberen we dat Antarctica eigenlijk als een soort symbool te zien. Waarbij we ook letterlijk natuurlijk naar Antarctica gaan. Die studenten zijn net naar Antarctica geweest om daar ook weer metingen te doen. Maar tegelijkertijd ook de gewone bevolking natuurlijk mee willen nemen. Met al hun kennis. Want we moeten het wel met elkaar doen. We kunnen het niet aan de wetenschappers overlaten. Nee. Nee, inderdaad. Het besef moet bij ons allemaal komen. En je merkt inderdaad wel dat het bij veel mensen nog een ver van een bedshow is. Van het zinkt mijn tijd wel uit of het zal allemaal wel meevallen. Ja. Nou ja, en daarvan zeg ik, dat is heel erg schadelijk voor het geluk van die mensen zelf. Want als jij denkt, ach, mijn bijdrage helpt toch niet, daar word je niet echt blij van. Terwijl als jij dat omkeert en je zegt, maar ik doe er niet aan mee, dan krijg je daar een soort trots gevoel van. En dan ben je ook blij om dat te kunnen vertellen aan je nageslacht, bij wijze van spreken.
Nou, en daar gaat het mij om. Het gaat mij puur om het individuele geluk wat we samen kunnen maken. En dan zijn we niet afhankelijk van geld, niet afhankelijk van een overheid en niet afhankelijk van politiek. Dat kunnen wij gewoon vanaf vandaag kunnen we dat gewoon afspreken. Ja. Nou, mooi verhaal. Mooi verhaal. En ik hoop inderdaad dat het project zal slagen. Dat ja, in ieder geval we zijn natuurlijk al bezig hè, met The Walk heet dat dan. En nu is het ook The Walk On, want we zijn gestart op 12 december een jaar geleden al. En dan riepen we iedereen op om met ons mee te lopen. Wereldwijd overigens. En het idee was dan om 7 miljard stappen te verzamelen. Zoveel aardbewoners zijn er. Om eigenlijk te laten zien van, hey, weet je wel, elke stap is van de aardbewoning. En wij gaan over deze aarde. En als we dat dan zouden hebben, die 7 miljard, dan kunnen we ook symbolisch weer, naar die, dat doen we wel letterlijk, maar naar de United Nations om ook eigenlijk te claimen van, joh, luister, weet je, wij hebben ja, baat bij die gezondere wereld. Dus doe dat alsjeblieft in naam van ons. Ja. Nou ja, en nogmaals, uiteindelijk als je samen loopt, is het leuk om je stappen te doneren. Want dat gaat dan weer via de website. Kijk, als je dan 10 kilometer hebt gelopen via je app, op je telefoon zie je hoeveel stappen je hebt gelopen, doneer je een x-aantal stappen. En samen halen we dan die 7 miljard op. Maar wat nogmaals belangrijker is, is dat we samen weer in contact komen en uiteindelijk wandelen, nou ja, om er een blije mens van te worden. Ja, zie je de toekomst rondom het klimaatprobleem wel met vertrouwen tegenwoordig nog? Ja, denk je dat het tijd keer is? Ik blijf optimistisch, hoewel ik natuurlijk ook ja, enorme zorgen heb. En ook op heel veel vlakken denk, ja maar hoe moet dat dan? Maar dat is ook een stukje vertrouwen, weet je. Ik denk dat als je aan onze grootouders vraagt van hoe zagen jullie de toekomst, hè, toen de computer in één keer, toen was er ook, ja, dat al ons werk wordt afgenomen straks en... Weet je, er zijn altijd zorgen. Dat is van alle dag. Alleen was het toen bij wijze van spreken op één vlak. Nu is het wel op heel veel vlakken waarin we zorgen hebben. Ja. Dus, maar ik blijf optimistisch we hebben zo ontiegelijk veel capaciteit. Alleen het is zo moeilijk om te bedenken dat we ja, zoveel verkeerde dingen doen. He, terwijl we, nogmaals, als we het niet weten, kunnen we er niks aan doen. Maar we weten gewoon dat we heel veel dingen nou ja, niet zo slim doen. En dat is... Maar goed, ga naar je eigen gedrag. Je gaat vaak voor de quick win en dan denk je, ach, het zal mijn tijd wel duren. Nou, en daar gaat het mis. Ja. Nou, inderdaad hopen dat het besef echt gaat komen bij de mensen. Begin bij jezelf. Begin bij jezelf. Ja. En weet je, als je niet in actie komt, als je niet uit die comfortzone komt, uiteindelijk heb je jezelf ermee. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Want als je je laatste adem uitblaast, dan wil je trots zijn op wat je, nou ja, hebt gedaan. Ja. En wil je niet spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan. Ja. De toekomst van Wilco van Rooyen. Op Dutch Mountain Film Festival was een film te zien over... De 49 bergtoppen die je, nou, je haalde hem al aan, je bergmaat Kas hebt beklommen. Ja. Daarmee ga je de boer op. Mensen kunnen die film zien. We zijn ook bezig, ik weet niet of je de link gelegd hebt, we zijn bezig om die film naar Den Helder te halen. Ja. En nou, corona doet even... niet mee. Het doet even niet mee, helaas. Maar we hebben er wel vertrouwen in dat het ergens gaat lukken. En ja, we kijken dan ook uit om daar jouw mooie verhaal ook te kunnen laten zien. Ik heb ook vernomen dat je bezig bent met een nieuw boek. Ja. Kan je daar wel een tipje van de sluier over opdoen? Dat speelt ook al een tijdje. Maar ja, corona is een extra uitdaging wat dat betreft. Want inderdaad, die film, dat hadden we het graag natuurlijk nu aan een breed publiek willen laten zien. Ja, dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Maar goed, dat moet dan nog maar weer komen. En dat boek, dat staat ook alweer een tijdje, want het boek wat voor jou ligt, dat is niet mijn eerste boek, dat is eigenlijk mijn tweede boek geweest. En ja, dit wordt dan zeg maar het derde boek. En uiteindelijk wordt dit een soort van ja, autobiografisch werk. Maar natuurlijk gaat het over mij, maar het gaat niet over al die nou ja, heldenbeklimmingen, want die kennen mensen wel. Het gaat eigenlijk veel meer over... zeg maar het reflectievermogen van mij op die ervaringen, waarbij ik dan probeer dat als je dat leest, dat je ook heel snel het naar jezelf toetrekt. Ja. En dat je bij jezelf te raden gaat van, goh, hoe sta ik daarin en hoe ga ik daarmee om en welke uitdagingen heb ik enzovoort. En wat ik daar ook in probeer te laten zien is dat wij hebben nogal snel de neiging om iets wat niet mainstream is, om dat er buiten te plaatsen. We zijn natuurlijk heel erg polariserend.
En als jij nou maar meeloopt in die massa, dan heb je van niemand wat te vrezen, dan gaat het goed. Maar ik probeer eigenlijk in mijn boek ook uit te leggen aan de hand van mijn ervaringen, dat ik juist altijd buiten die lijntjes heb willen kleuren. En in het begin krijg je er heel veel weerstand van, hè? Zeker tegenwoordig, want je krijgt voor je het weet, krijg je wappie naar je hoofd, dan weet ik het allemaal. Of dat je in complottheorieën denkt en noem het allemaal maar op. Maar van dat soort mensen moet je het juist hebben. Want anders verandert de wereld natuurlijk nooit. En dus als jij ergens anders over iets anders denkt, dan moet je niet denken, ach, ik moet dat proberen weg te drukken of te ontkennen. Nee, je moet daar juist mee aan de gang gaan. En misschien niet mee naar je buur of wat dan ook, maar wel zelf in blijven geloven. Want wat jij voelt als rechtvaardig of goed of wat dan ook, daar word je gelukkig van. En niet wat de mainstream media je vertelt of al die Instagrammers, weet je. Het gaat om jou. En uiteindelijk, als je het dan lang genoeg volhoudt, dan staan mensen op een gegeven moment te klappen voor wat voor bijzondere dingen jij doet. Maar geloof mij, ik ben ook 10 jaar lang een soort zwart schaap geweest binnen de familie. Weet je wel, ik was niet serieus en dat was, weet je wel, die bergen, daar kon je geen geld aan verdienen. Daar kon je alleen maar je leven aan verliezen. En dus zeggen, ga nou eens eerlijk studeren of ga een fatsoenlijke baan vinden. Nee, ik heb het allemaal niet gedaan. En uiteindelijk heeft het me alles gebracht. Nou ja, en dat is wat ik in het boek ook eigenlijk wil aanhalen. Van laten we vooral de mensen die buiten die lijntjes kleuren, wat meer van leren. Want nogmaals, die brengen ons die nieuwe wereld en niet die bestaande wereld. Mooi. En we moeten het toch echt van de ontdekkingsreizigers hebben. Want als we niet nieuwsgierig zijn wat er achter die horizon ligt en we hebben niemand die daar de ballen voor heeft om dat te gaan doen. Ja, dan hadden we nooit zo ver gekomen dan waar we nu zitten, zeg maar, qua technologie of mensheid waar we in positieve zin ook zijn uitgekomen. Ja. En op het gebied van expedities? Over 2 maanden ga ik weer terug naar de Kanchenjunga. Die plaats zie je daar op de achtergrond. De Himalaya. De Himalaya, dat is de op derde hoogste berg van de wereld. Dus na de K2 en de Mount Everest. Of is Mount Everest dan K2? Die is ook van de buitencategorie, zeg maar, 8586 meter. Overigens nog nooit beklommen, ook door een Nederlander. We zijn er in 2018, hebben we er al een serieuze poging ondernomen. Dus we kennen de berg ook een beetje. Helaas toen we voor de top moeten omkeren, omdat in dit geval mijn klimpartner een soort van ziek werd. Hij had geen kracht meer in zijn benen. Nu zijn we ongelooflijk hyper gemotiveerd om weer terug te gaan en weer natuurlijk weer wat dingen aangepast waardoor we denken dat we nu weer wat meer kans maken. Het wordt een hele zware expeditie met z'n tweeën zonder Sherpa, zonder extra zuurstof. Dus zo clean als mogelijk, zeg maar. Ja, daar hebben we gewoon vreselijk veel zin in. De mensen die dit nu niet zien, maar wel horen, hij kijkt naar een poster met berg en hij zit te glunderen. Dat is wel mooi om te zien. Ja, ik kijk uit, je zal straks maar een foto moeten maken of even filmen, maar ik kijk eruit op ons basiskamp en daar staan onze 2 tentjes uit 2018. Ja, en weet je, ik kijk natuurlijk inmiddels alweer vanaf 2018 zoveel jaren naar deze plaat. En ja, ik weet hoe moeilijk het en zwaar het was om daar alleen al te komen. Want die Kanchenjunga ligt helemaal uit de bewoonde wereld op de grens met India. Dus je bent al bijna 3 weken aan het reizen om vanuit de hoofdstad, zeg maar, daar te komen. En dan ook te acclimatiseren. Ja, en het is gewoon een fabelachtig, prachtig mooie berg die in een soort kom ligt. Je kan aan 1 kant van die kom kun je erin. En dan liggen al die 7,000-8,000ers om je heen als een soort van troonzaal van berggoden en je weet gewoon dat het voor ons mensen allemaal zeer moeilijk is om überhaupt dan daar een moment te kunnen verblijven. En aan de andere kant zit je in India, dus dan daalt het af naar Delhi. Dus daar is het plus 45, daarboven is het min 30. Ja, je kunt je voorstellen wat voor weersfenomenen je daar dan op die grens ook allemaal voorbij ziet trekken. Dus ik kan niet wachten, maar we moeten nog heel even geduld hebben en dan... En daarna, weet je, ik heb nog genoeg plannen, alleen dat ga ik nu nog niet zeggen. Maar weet je, ik zeg altijd maar 1 leven is te kort. Je kunt zo verschrikkelijk veel leuke en mooie dingen ondernemen. Ik heb niet zo lang geleden een zeiltocht gemaakt over de oceaan, Atlantische Oceaan. Door een vriend die een zeilboot had en zei van, goh, ik ga naar die andere kant zeilen, heb je zin om mee te gaan?
Ja, ook toen had ik kunnen zeggen, nou, dat doe ik niet, want... Nou, dan kan je van alles invullen. Ik heb het wel gedaan en ja, het is fascinerend wat je gewoon ja, meemaakt. En ook weer een wereld die je dan niet kent. En de vrijheid op zee. Ja, weet je, er zijn geen wetten. Wat dat betreft is het net als een beetje als in de bergen. Weet je, je bent zelf verantwoordelijk en als je domme dingen doet, ja, dan kan het je de kop kosten. Maar juist weer samen, nou ja, de juiste beslissingen nemen en nou ja, ook de stormen doorstaan. Ja, dat geeft gewoon zoveel energie. Dat als je dan weer terugkomt, dan raak ik alleen maar meer gemotiveerd om dan zo'n avontuur ook ergens weer in te plannen. Ja. Is die berg waar je naartoe gaat ook een van de 14 peaks? Ja, het is de derde hoogste berg van de wereld. En ja, het is een hele bijzondere berg. Ik bedoel, ja, je hebt binnen dat categorie van die 14.800 heb je nou ja, ook een aantal die zijn zeg maar, van de lagere categorie en wordt dus ook veel meer geklommen. Ja, hier wordt heel weinig geklommen omdat hij gewoon ja, zo ver uit de bewoonde wereld ligt. En ja, het is gewoon de slagingspercentages zijn heel laag. Ja. En de risico's zijn natuurlijk ook wat groter. Het is geen K2, maar het is ook zeker geen Mount Everest. Dus, Nee. Ik heb een documentaire gezien, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Nims de Puntja. Ja, ja. Die maakt het bergbeklimmen weer een beetje sexy, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Hij is opgepakt door Red Bull die met hem loopt te leuren. En die heeft de 14 hoogste bergen, die 8000ers, gedaan in een tijdsbestek van 5-6 maanden. Ja. De documentaire doet het ook een beetje voorkomen alsof het allemaal peanuts is. Ja. Hoe kijk jij tegen zo'n iemand aan? Nou ja, toen hij dat riep, hij is natuurlijk, je moet er ook even bij vertellen dat hij natuurlijk een oude SEALs of een soort... Ja, bij de Engelse Special Forces heb je gezien. Ja, bij de Special Forces zat hè, en hij is vanuit het Nepalese, wat ook al niet de eerste de beste, hè, de Gurkha, dat zijn echt de harde mannen, zeg maar, die altijd Nepal hebben moeten verdedigen. Maar daar vandaan is hij naar de Engelse Special Forces gekomen en daar heeft hij natuurlijk ook in Iran gediend en of Irak en dat soort zaken. Dus die weet wel hoe en wat. En ja, goed, die kwam er op een goed moment achter dat hij best wel sterk was en zich makkelijk acclimatiseerde en nou ja, naar 8 kilometer kon klimmen. Nou ja, en die heeft toen op een gegeven moment de droom opgepakt, weet je wat, ik ga die 14.800 beklimmen en in een half jaar tijd, wat nog niemand had gepresteerd. En toen ik dat voor het eerst dacht ik ook van nou... Dan moet je toch wel echt van goede huizen komen. Maar goed, hij zocht nog budget, want niemand kende hem. Ja, ik heb altijd enorm veel respect voor mensen die grote dromen hebben. Hij riep toen ook op van, joh, wie wil mij nou ja, sponsoren in kleine bedragen, maar kleine slokjes worden ook dronken. Dus uiteindelijk heb ik dat toen gedaan, want ik geloofde hem wel. En uiteindelijk heeft hij het ook geflikt. Ik geloof wel in 7 maanden, maar hij heeft ook nog... op bepaalde bergen mensen het leven gered, zeg maar, tijdens die hele onderneming. Ja, het zat tactisch gewoon ook heel slim in elkaar. Dan moet ik natuurlijk wel zeggen, hij is natuurlijk met helikopters, als je van de ene berg naar de andere berg vervoert. En als je natuurlijk al geacclimatiseerd bent, dan kan je natuurlijk makkelijker die tweede en derde doen. Nou, vervolgens heb je natuurlijk de 2 seizoenen die hij natuurlijk heel slim gekozen had. Nou, zuurstof heb je gebruikt ook. Zuurstof heeft hij inderdaad gebruikt. Dus in die zin, maar blijft wel ja, gewoon een milestone in bergsportgeschiedenis. Want ja, nogmaals, ik geloof dat degene die dan daarna komt, die deed het in, in een paar jaar tijd, weet je wel. Dus als je dan van jaren in één keer een aantal maanden maakt, dat is wel knap. Dus. Maar goed, nogmaals, hij heeft het zeker niet alleen gedaan. Ook niet zonder zuurstof. Maar wat hij heeft gedaan is voor mij nog steeds ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Zou het een uitdaging zijn die jij nog aan zou willen gaan? De 14-hoogste? Ja, je moet ook nog een beetje reëel zijn. Kijk, ik zeg altijd, je moet nooit zeggen. Maar dit is wel heel extreem. Maar als ik de uitdaging... Weet je, een mens kan echt veel meer dan die zelf kan bedenken. En natuurlijk kan ik nu allemaal redenen bedenken waardoor het zogenaamd niet zou kunnen. Maar ik geloof niet dat ik de ambitie heb. Want uiteindelijk kom je ook weer terug bij de roots of bergbeklimmen. En dat is toch dat jij met je rugzakje je spullen pakt en gewoon naar zo'n berg gaat. En gewoon, weet je wel, jij in die berg. En time, dus de factor tijd, is daar nooit relevant in geweest. Het is nooit een
competitie wie het eerste boven is. Dat hebben we er wel van gemaakt, hè, zeker met het indoor klimmen. Maar dat heeft heel weinig met het oorspronkelijke bergbeklimmen te maken. Het oorspronkelijke bergbeklimmen is gewoon dat je, nou ja, met je rugzakje en zo snel als mogelijk natuurlijk, hè, om veiligheid is ook zo snel mogelijk terug te zijn, die berg beklimt. Maar niet dat dat in 6 maanden moet of in 3 maanden of dat weet je. Dat bepaal je allemaal zelf. En de kunst is om, nou ja, al elkaar vooral te laten leven. Dus degene, hè, je hebt heel veel van die klimmers die nu bij spreken op gympjes zo snel mogelijk naar de top willen. Is ook een sport, prima. Maar dat is niet mijn uitdaging. Ik beleef toch echt veel meer aan moeilijkere routes. En dat dan samen, ja, met je maatje of met een groter team die problemen te tackelen die je dan voor je ziet. Ja. Qua thuissituatie, je hebt een vrouw en een kind, ja. Dat heb ik te lezen in je boek. Wat vinden die ervan? Want je bent soms maanden van huis. Ja. Bij sommige expedities ook wel echt riskant. Nou ja, neem de K2, ja. dat is bijna echt fout afgelopen, mm-hmm, voor je. Hoe kijken die er tegenaan? Nou ja, die hebben liever dat ik thuis ben. Maar dat is weer die comfortzone, zeg maar. En daar kan ik aan toegeven, want ik vind het ook fijn om thuis te zijn. Maar ik weet ook dat na verloop van tijd dat het toch weer gaat kriebelen. En dan is het best lastig, want ik weet ook over 2 maanden zit ik weer op die berg. En ik ben nu al bij wijze van spreken aan het aftellen. Maar daarmee probeer ik ook wel een stukje quality time weer, zeg maar, heel, ja, hoog in het vaandel te hebben staan. Omdat ik weet dat ik straks weer langere tijd weg ben. In dit geval dan 2 maanden. Gelukkig hebben we tegenwoordig ook wel goed contact, hè, via satelliet enzovoort. Ja. Maar het blijft een feit dat op het moment dat ik daar weer in veel te slecht weer zit en alles tegen zit, ik natuurlijk ook denk van, verdomme, waarom doe ik dit? Waarom moet ik dit nog? Ik heb het al gedaan, weet je. Ik hoef niks meer te bewijzen. En toch, ja, is het mentaal dan de kunst om dat toch, ja, een plek te geven en te vertrouwen dat als ik straks weer terugkom, dan ligt de hele wereld weer voor me open om samen met, nou ja, in dit geval Teun of mijn vrouw, weer mooie dingen te doen. Alleen dat is altijd een uitdaging, want ja, op Schiphol sta je toch altijd met een bek vol tanden. Want je kan wel zeggen, ja, je moet maar weer vertrouwen hebben dat ik er over 2 maanden sta. Maar uiteindelijk, die ene nacht dat je naar de top klimt, ja, is het heel veel uren doodstil. En moet je maar hopen dat de volgende ochtend of midden in de nacht die telefoon gaat, dat het allemaal weer goed is gegaan. Maar goed, die intensiteit van leven, dat, ja, daar weten we inmiddels wel mee om te gaan. En dat is ook wel, ja, iets wat we, ja, wat bij ons hoort of zo. Dus, ja. dus dat is toch een soort spelen van hoog spel. Dat kan ik niet ontkennen. Maar ja, daarna heb ik weer zoveel rust in mijn lijf, zeg maar. En ja, na verloop van tijd dan laat ik mezelf toch weer op. Want ja, ik vind het te mooi om het nog te doen zolang het kan, hè. Ja. Ik bedoel, ik weet ook wel dat er een tijd gaat komen dat je fysiek natuurlijk, merk ik nu al, ik bedoel, ik ben minder flexibel dan toen ik 30 was. Dus in die zin, ja, weet ik ook wel dat er een moment gaat komen dat ik zeg, nou ja, ik denk niet meer dat het helemaal afstandig is om dat lichaam nu nog zo uit te dagen op die extreme hoogte, omdat je weet hoe zwaar het is. Maar ja, zolang het kan, ja, wil ik het pakken. Ja. In je boek Overleven op de K2 stelde je het publiek al de vraag. En toch ben ik benieuwd naar je eigen antwoord. Wilco van Rooyen, is dat een echte avonturier of een echte gek? Ja, jij mag het antwoord geven. Ja, weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, wat een idioot. Of, ja, weet je, ik probeer al te zeggen, joh, laat iedereen in zijn waarde. Want ja, ik heb ook wel eens een mooie anekdote. Ik zat op de Mount Everest en het was allemaal bijna fout gegaan met een ander team dan weliswaar. En wij gingen gewoon weer door. En toen had er iemand gereageerd via die website, via de comments van wat een idioot. Dan ben je er bijna om doorgaat en dan ga je weer. En toen ging mijn webmaster, die ging heel even kijken waar die reactie vandaan kwam. Nou, dit was een man die helemaal gek was met van die schoothondjes, met die strikjes en zo. Want die ging naar dat soort wedstrijden. Ja, het is voor mij natuurlijk heel makkelijk om zoiets belachelijk te maken. Maar goed, ik hoop dan dat ik zo iemand in zijn waarde laat en denk, nou ja, joh, jij mag vinden van mijn sport wat je ervan vindt. Dus ja, weet je, iedereen moet vooral doen waar hij zelf behoefte aan heeft. En ik zie mezelf, ja, gewoon als een heel normaal mens zonder extreme talenten. Maar wel iemand die met een enorme passie en doorzettingsvermogen van het avontuur houdt. En dat kan is klimmen. Maar ik heb laatst op zee gezeten. Ik doe woestijnen. Ik vind het allemaal te mooi om gewoon met een klein team ergens aan te beginnen. Ja, waarvan je aan de voorkant misschien denkt, nou, ik weet niet of dat wel allemaal haalbaar is.
Maar dan het vertrouwen in dat team, er gewoon aan te beginnen. Ja, en als dan zoiets lukt, dan kijk je elkaar aan en dan zeg je wauw. Weet je wel, en dat gevoel, ja, dat mis ik gewoon als ik te lang hier rond huis bezig ben. Dan is het toch een beetje business as usual. En dat is prima als je daar gelukkig van wordt. Maar ik voel dan toch de onrust van, ja, er is toch nog meer of zo. Ja. En elke keer ontdek ik ook dat op het moment dat je dan weer tegen muren oploopt, hè, omdat dat het moeilijk is of zwaar is, dat je daar alleen maar jezelf in tegenkomt. En dat het de kunst is ook weer om dat een plek te geven. En dat, ik heb het idee, en daar word je dan weer rustiger van, doordat je het leven eigenlijk beter leert kennen. Dat je het beter snapt en ook je eigen onrust snapt. Maar ook je momenten pakt waarbij je dan ook echt gewoon in dankbaarheid je koffie kan drinken. In plaats van dat je dan maar weer gejaagd bent omdat je, weet ik het wat, die dag weer af moet hebben. Ja. Als je de luisteraars van deze podcast in één of twee zinnen één boodschap mee zou kunnen geven, hoe zou die boodschap luiden? Ja, ik heb er wel een heleboel. Kijk, mijn motto is niet voor niks dromen, durven, delen, doen. Hè. Ga nou eens naar, probeer te dromen weer, weet je wel. Als kinderen hebben we allemaal gedroomd. En het is heel gek, naarmate we ouder worden, dan leren we dat af of zo. En die droom, die moet je dan ook vooral delen. Want als je een droom hebt die je voor jezelf houdt, ja, dan gebeurt er niks. Maar op het moment dat jij de juiste mensen tegenkomt, dan zul je merken dat ze je ook willen helpen. Dus vandaar dromen delen. Nou, dan moet je natuurlijk durven, want het is makkelijker om het niet te doen. En er zijn meer redenen om dingen niet te doen dan wel te doen. Maar als je nou gewoon eens zegt van ik ga het wel doen, en dan moet je het gewoon inderdaad gewoon gaan doen. En dan moet je niet, zoals Nederlanders, hè, wij gaan eerst alles achter de komma uitrekenen en dan moeten er dan verzekeringen voor worden afgesloten en ik weet allemaal niet wat. Ga dan gewoon doen joh, ga gewoon leren. Dan mislukt het de eerste keer, nou ga je de tweede keer weer doen. En dat is met een marathon zo, dat is met een triathlon zo, weet je wel. Niemand zat, ik had zo'n mooi moment, mijn beste buddy dus, Kas van der Geven, die liep marathons in Rotterdam. De eerste marathon die hij liep, die heb ik vanuit een boom op de Koolsingel gade geslagen. En ik dacht echt, nou dit zou ik echt nooit kunnen. Zo lang, zo, ik ben helemaal geen hardloper, ik ben veel te zwaar. En dan ga je allemaal dingen verzinnen waarom het allemaal niet zou kunnen. En uiteindelijk ben ik heel voorzichtig, ben ik gewoon toch een klein rondje van 5 kilometer gaan lopen. Ik dacht, nou, als ik 5 kilometer kan, dan kan ik er misschien ook 10. En op een gegeven moment, ik zeg tegen Kas, je zal niet geloven. Maar volgend jaar ga ik ook die marathon Rotterdam doen. Nou, dan loop je de eerste, weet ik veel, 3,5 uur. En uiteindelijk ben ik 3:17 geloof ik. En uiteindelijk wilde ik nog een keer 3:14, is uiteindelijk niet gelukt. Maar het is maar om aan te geven dat, joh, als jij, en toen kwam triathlon op mijn pad. Ik denk, een triathlon man, jezus. Ook dat is gelukt, weet je wel. En zo kun je gewoon, je zult versteld staan van jezelf waar je toe in staat bent. Als je maar die keuze maakt en het uiteindelijk ook gewoon gaat doen. En als het mislukt, jammer dan, kan je in ieder geval tegen jezelf zeggen, ik heb het ooit geprobeerd. Ik heb ook genoeg voorbeelden van dingen die ik geprobeerd heb en niet gelukt zijn. Dus, maar dan weet je wel van, oké, weet je, dat is niks voor mij en dat is wel wat voor mij. En dan kom je mensen tegen die ook allemaal enthousiast zijn. En dan ga je in een soort versnelde leerfase. Hoe wist ik nou hoe je voor een triathlon moest trainen? Man, als je de boeken erop naast sloeg, dan dacht ik, dan heb ik helemaal geen tijd meer om nog te leven. Nou, kom je iemand tegen die zegt, joh, train maar gewoon met mij mee. Nou, dan train je mee en dan blijkt het helemaal geen rocket science te zijn. Maar weet je, zo is het heel erg van, ja, wat je graag wil. Zet die stip op de horizon. He, dus heel groot dromen. Maar niet gelijk denken dat je er morgen bent. En dan met hele kleine stapjes werk je er gewoon naartoe. Ja. En ik zeg altijd, dat is ook heel belangrijk. Je overschat wat je in een week kan doen. Want we willen alles het liefst van de week nog allemaal af hebben. Maar je onderschat wat je in een jaar kan doen. En als mensen naar die verbouwing kijken, zeg je, jezus. Nou, ik kan je vertellen, toen ik er middenin zat, dachten mensen, help, mijn man is klussen, dit komt nooit af. Nee, maar 3 jaar verder, het is af. Ja. Zeggen mensen, ja, maar 3 jaar. Ja, maar wat is nou 3 jaar op een mensenleven? Nou, en als je zo leert denken, ja, dan kun je zoveel bereiken. Ja, mooi. Inspirerend, Wilco van Rooyen. Ik blijf je zeker volgen, zoals aangegeven in het begin al. Je bent voor mij wel echt een inspiratiebron.
Het boek Overleven op de K2 is zeker een aanrader. Er komt een nieuw boek aan. www.teamwilco.nl kunnen mensen ook alles lezen over Antarctica 2048 en de Walk. Ja. Ik zou zeggen, neem zeker een kijkje. Dank voor je tijd en voor de mooie woorden die je hebt gedeeld. Ik hoop dat mensen nog meer geïnspireerd raken om van die bank af te komen en nou ja, de wereld in te trekken, het avontuur op te zoeken binnen de mogelijkheden die ze hebben. En nogmaals, dankjewel. Nou, jij ook bedankt. En dat je hier willen zijn en dat je de boodschap verder wilt brengen. En volgens mij kunnen we ook een podcast over jou opnemen, want volgens mij heb je ook het een en ander meegemaakt. Dus wie weet komt dat ooit nog eens ter sprake. Maar heel veel succes ermee. Dankjewel.